Duifies, duifies, kom maar bij Gerritje. Zal je niet vechten om eens zo'n erretje? Duifies, duifies, wat zijn ze mak? 17 duifies bovenop het dak. Ik ben Ronald Gerink. Ik ben 56 jaar. Ik ben getrouwd. 2 kinderen en 2 stiefkinderen. En ik hou al jarenlang duiven. Dat doe ik vanaf 2000 rond. Dus dat is 18 jaar. En ik ben opgegroeid met een vader die ook duiven had. Wat een lekkere dons. Kijk, toen ik geboren werd en mijn hele jeugd heb ik nooit iets anders meegemaakt dat mijn vader en ook mijn broer dat die duiven hadden. En eigenlijk vond ik het niet zoveel aan. Ik ging tennissen en een beetje voetballen en ik had veel vrienden en zo. Dus dat was voor mij. En school, daar ging het natuurlijk veel meer om. En op een gegeven moment, toen mocht je ook gokken op de duiven. Dus ik had mijn geld, wat was het, 1 gulden, hè, halve euro, kreeg ik aan zakgeld per week. En dat geld, dat had ik op 1 duif gezet, want mijn vader en moeder waren op vakantie. En die duif die zat daar op de eitjes. En ik deed elke keer een beetje plagen. En als ik al binnenkwam, dan ging dat beestje al voor het hok zitten. Zo van, donder op jij lange. Nou, dus ik bleef daar plagen en plagen. En op een gegeven moment, toen was de week was voorbij. Mijn vader kwam terug van de vakantie. En die duif moest mee naar de wedstrijd. En mijn vader had wel 50 mee. En ik zeg tegen pap, ik zeg, joh, die duif, die wil ik, daar wil ik helemaal zakgeld op zetten. Alles wat ik heb. Nou, dat was een halve euro. En die zette ik erop. En je wil het niet geloven. We hadden duizenden duiven waren er mee. Duizenden duiven. En ik zie er nog aankomen. Hop, boem, in het hok. Eerste prijs. Eerste prijs. En wat won ik? 250 euro. Of toen de tijd 500 gulden. Als een snotjong van 13 jaar. Drink niet zo duivies. Iedereen krijgt hier toch zat. Pas op me niet. Wij weten in het begin van het jaar wanneer de belangrijke wedstrijd is. Laten we even het voorbeeld pakken Barcelona. Barcelona is altijd op 3, 4 juli. Ruim van tevoren moet je denken aan april, mei. Trainen wij de duiven. Dan brengen we de duiven weg, korte stukjes en daarna langere stukken. En die worden dan naar het duivenlokaal gebracht. Wij brengen die duiven zelf naar het duivenlokaal. Dat is hier 1 kilometer vandaan. En dat doet iedereen hier in de omtrek. En die duiven die worden dan gechipt. Dat betekent dat herkend is dat die duiven in de wedstrijd zijn. En dat doet iedereen. En dan gaan er bijvoorbeeld, laten we zeggen, 5000 duiven mee. Nou, die worden losgelaten. En dan komen ze thuis. Nou, dat herhaalt zich continu tot het moment van de wedstrijd, de grote wedstrijd. Nou, ik zou je zeggen, als wij Barcelona spelen, dan brengen wij op maandagavond, brengen wij met z'n allen die duiven die we er helemaal goed voorbereid hebben, die brengen we naar het inkorflokaal. Die duiven die worden gechipt, worden in een hele grote container gedaan, waar gemiddeld 5.000-6.000 duiven in zitten. En dan gaan een groot aantal van die vrachtwagens, van die containers, die rijden gedurende de week naar Barcelona. Onderwijl ben ik hartstikke zenuwachtig, want ik ben thuis en ik denk na over, oh jee, vrijdag worden ze losgelaten om 7 uur 's ochtends. Barcelona is bijna altijd mooi weer en dan komen ze naar huis. Mensen vragen ook heel vaak van hoe kan dat nou? Dat een duif die gewoon hier op hun huisje zit, wij noemen dat duivenhok, dat die, en die hebben allemaal hun eigen vakken, dat die naar huis kunnen komen. Hoe kan dat nou? Nou, wij weten als mens zo heel veel, maar hoe het nou precies komt dat die duif terugkomt, dat weten we niet. Er zijn wel een aantal dingen die ik zo kan vertellen, maar hoe ze nou precies terugkomen, waarom, dat weten we niet goed. Vandaag spelen we Argathon. Dat is een wedstrijd op een afstand van 580 kilometer. Het ligt in midden Frankrijk. Duiven zijn gelost vanochtend om 7:30. Het is noordenwind. Ik verwacht dat ze ongeveer 65 tot 70 kilometer per uur gaan. En ik verwacht ze eigenlijk elk ogenblik thuis.
Ik weet dat er al een aantal liefhebbers zijn die wat duiven hebben. Ik heb er nog geen. Ik heb er 30 in de race en ik ben heel benieuwd of de mijne het ook een beetje goed doen. Dus vandaar is het zuiden. Ik kijk daar naartoe. En daar horen ze normaal vandaan te komen. Want ja, waarom zouden ze een omweggetje pakken? En nou, hartstikke spannend natuurlijk. En ik hoop dat er gauw een duif komt natuurlijk. Hey, daar heb je er een. Ja, kijk daar. Kom maar. Kom. Hey, hij gaat vliegen. Hij heeft nog zin. Kijk, die moet naar Barcelona. Die heeft nog zin. Nou, dit is natuurlijk fantastisch dat jij thuis bent, hè? Dus jeetje, wat heb jij het goed gedaan. Kijk, dit is een prachtige, prachtige duif is dit. Die zie je niet zomaar op de dam zitten. Dit is echt een hele goede duif. En ik zal je wat laten zien. Wij kijken vaak naar de vleugel. En die vleugel die geeft aan, als de pennen heel scherp zijn, dan zijn het pennen die ervoor zorgen dat een duif heel erg snel kan vliegen. Maar hier zie je dat het een beetje stompe pennen zijn, dus niet super scherp. En dat betekent dat hij wat trager gaat. Maar het is wel een duif met een karakter die dus door blijft vliegen op een afstand van 1000 kilometer. Dus die komt gewoon. Nou, nu is hij maar 600 of 580 kilometer mee geweest, maar hij is toch als eerste thuis. En daar ben ik heel erg blij om. En ik ga jou noemen de goede rode. En dat is het. Bij mijn hartstikke drukke baan, want ik ben eigenlijk effectenmakelaar. Ik adviseer mensen hoe ze met hun geld moeten omgaan. Grote vermogens. En dat is best wel eens zwaar. Dat is best wel eens stevig. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En dan vind ik mijn uitlaatklep, mijn grote plezier thuis. En dat is juist met die duivensport. Ik kan je één voorbeeld geven. En daar krijg ik zelf altijd, als ik het vertel, krijg ik een beetje daar de rillingen van. En dan wel positief. Als je een heel jaar bezig bent om je duiven te trainen. En op een gegeven moment besluit je, nou die 10, die moeten mee. En die gaan naar bijvoorbeeld Barcelona, 1200 kilometer ver. En je doet mee met Nederland en België doet mee en een stuk Engeland en Frankrijk en Duitsland doet mee en Luxemburg. En je hebt er 30.000 zijn er weg en ik heb er maar 10 mee. En ik weet nog van niets. En opeens zie ik daar een duif aankomen. Nee, want hij is van mij. Er is nog niks. Zou ik de eerste spelen? Nou, dat is zo fantastisch. Ja, daar doe ik het voor. En daar word ik blij van. En dan is het een hobby die ik iedereen toewens. Want dan is het een fantastische hobby.